De juiste woorden, die veranderen steeds. Ik heb altijd geweten dat taal, behalve een middel om prachtige verhalen mee te vertellen, ook een manier is om mensen uit te sluiten. Ik zag als kind hoe mijn moeder, die zoals ze dat noemen, laag opgeleid is. Ik vind praktisch opgeleid veel beter, want mijn moeder kon veel dingen die ik niet kan. Hoe zij worstelde met brieven van de overheid en hoe ze probeerde om antwoorden te schrijven waar geen fouten in zaten, omdat ze bang was niet serieus genomen te worden. Dus je zou zeggen dat ik daar me altijd wel van bewust ben. En dat is ook wel zo. Maar afgelopen Sinterklaas maakte ik daar toch een behoorlijke misser in. Ik kocht voor mijn moeder een scheurkalender. Dat doe ik wel vaker. En ik wou weer eens een andere kiezen. En ik zag de taalfoutjeskalender van Onze Taal. Ik vind die wel grappig. Er staan allerlei missers in die er gemaakt worden. In rare bordjes waar gekke taalfouten in staan en dergelijke. Dus leek me een leuk cadeau. Na een paar weken belde mijn moeder me op en die zei, wat een rotkalender is dat. En ik begreep het eigenlijk niet helemaal. Ze zei van ja, ik kan de helft van de tijd de foutjes helemaal niet vinden. Het is echt een kalender die gemaakt is om mensen zoals wij belachelijk te maken. Ik vond dat eigenlijk heel pijnlijk. Dat ik, terwijl ik me daar zo van bewust probeer te zijn, dat je dat soort fouten nog steeds blijft maken. Maar ja, zo is het. Ik weet tegelijkertijd dat taal ook altijd te maken heeft met verbinden. En toen ik klein kind was, merkte ik dat eigenlijk al. Want ik ging naar mijn oma in Hongarije. En mijn oma die sprak ongeveer 5 woorden Duits. En mijn Hongaars bestaat misschien uit 10 woorden. Maar toch konden wij eigenlijk altijd heel goed met elkaar praten. Ik zie ons nog zitten op het klapbed. Allebei een woordenboek op schoot. En gewoon woorden zoeken van gaan, het, broertje. En zo konden we toch met gebaren en een paar woorden een hele conversatie voeren. Volgens mij hebben wij veel gemeen op dit gebied, of niet, Ilonka? Ons eigen verhaal, wat we hebben meegemaakt toen we kinderen waren, dat speelt mee in hoe wij taal ervaren en hoe taal voor onszelf iets betekent. Zoals jij vertelt over je oma en je moeder, herinner ik mij heel goed onze verjaardagen thuis. Wij hadden altijd 2 keer een verjaardag. De ene dag was de Hollandse familie aan de beurt en de andere dag was de Indische familie aan de beurt. Mijn vader en zijn familie zijn in de jaren 50 naar Nederland gekomen, ook met een boot. En inherent eigenlijk aan wat we nu zien, dat mensen uit hun eigen land weggaan om hier in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. En het aardige hiervan is dat voor mij dat heel logisch was. Een Indische kant, een Hollandse kant. En dat je daar pas bewust van wordt als je met kinderen omgaat waarbij dat anders is. Dus mijn hele arsenaal aan verhalen heeft altijd die 2 werelden. En dat merk je ook nu, dat je, als we het met de nichtjes en de neefjes erover hebben, dat we ons soms tussen die 2 werelden invoelen. Of zoals iemand opmerkte op X, het voormalige Twitter, jij met je roomblanke huid die daar iets over inclusieve taal gaat vertellen. Het aardige is natuurlijk dat mensen je eigen verhaal niet kennen. En pas als je daar iets over deelt, worden mensen daar zich meer bewust van. Zo heb ik altijd gedacht dat in onze Indische community het woord pinda een scheldwoord was. En hoe grappig was het toen ik bij mijn oude tante van dik in de 80 met Indische achtergrond kwam en zij het tijdschrift, gebaseerd op de Linda, de pinda aan mij gaf. En ik vroeg aan haar, maar tante, vind je dat dan niet raar dat ze het woord pinda gebruiken? Waarop ze lachte en zei, nee, ik vind dat eigenlijk wel mooi. Ik ben opgegroeid in Moerwijk, een naoorlogse wijk in Den Haag. En ik ben daar geboren en getogen in een portiekwoning. En toen ik daar laatst over sprak met een groep studenten en ik het concept uitsprak van een portiekwoning, was er iemand die zijn hand opstak en zei, wat is dat eigenlijk, een portiekwoning? En eerlijk gezegd was ik wel wat verbaasd, want ik dacht dat mijn wereld en mijn taal voor iedereen hetzelfde is. En dat zie je met dit onderwerp inclusieve taal en toegankelijkheid ook steeds. Waarvan je denkt dat het voor jou heel logisch is, omdat het jouw leefwereld en beleefwereld is, kom je mensen tegen die andere ervaringen hebben en daarmee ook hun eigen taal en hun eigen waarheid hebben gevormd.
Nog wat mensen zeggen, waarom moet je het nou alsmaar over taal hebben? Wat maakt het uit hoe dingen heten? Er zijn zoveel andere problemen. Maar dan moet je wel iets weten over taal. Namelijk dat taal heel bepalend is voor hoe je in de wereld staat. Ik ben zelf cultureel antropoloog. En cultureel antropologen hebben heel veel dingen ontdekt over talen. Samen met mensen die natuurlijk talen bestuderen. En bijvoorbeeld een woord als blauw. De variaties in blauw. Die nemen af naarmate je dichter bij de evenaar komt. Want bij de evenaar is niet zoveel variatie in blauw. Daar is de lucht gewoon altijd blauw. Bij ons zijn veel meer verschillen. Dus daar heb je andere woorden voor nodig. Nou, dat verhaal over die zoveel soorten sneeuw bij de Inuit schijnt een beetje een mythe te zijn, maar ze hebben natuurlijk wel meer woorden dan wij. Omdat wij gewoon minder vormen van sneeuw hebben. Dat betekent, als je minder woorden hebt, dat je dingen ook wel of niet soms kunt benoemen. En dat het ook heel erg bepaalt waar in jouw belevingswereld de nadruk op ligt. Bijvoorbeeld een Indianenstam die de plek van een voorwerp beschrijft in noord, west, zuid en dergelijke. Dus dan zeg je van dit boek ligt ten noordwesten van jou. Daar weet iedereen blind waar het noordwesten ligt. En dat geldt niet voor ons. Wat daarbij belangrijk is, is dat taal ook niet iets is wat er is en dat het daarna nooit meer verandert, want taal verandert altijd. Ik vertelde laatst in een college, vroeg ik aan studenten van, weet je hoe ze in de tijd van mijn moeder iemand met een bril noemden? Als ze die een beetje uit wilden schelden. Niemand wist het natuurlijk en toen zei ik brillenjood. En er ging echt een soort zucht van verontwaardiging door de groep. Dat was niet iets wat ze zich konden voorstellen dat je dat nu nog zou kunnen doen. En zo zijn er wel meer woorden verdwenen. Het woord juffrouw voor een ongetrouwde vrouw. Dat is ook niet meer iets wat van deze tijd is. Hè? Het woord is verdwenen toen vrouwen eigenlijk zelfstandiger werden en dit soort benamingen niet meer aanvaarden. Nog zo'n woord, wat eigenlijk een beetje uitgefaseerd zou je kunnen zeggen, is geraakt, is een woord als zwerver. En het grappige is dat je in de journalistiek eigenlijk heel goed kan zien wanneer een woord een beetje zijn einde nadert. Journalistiek is namelijk altijd volgend. Dat is niet de plek waar woorden worden veranderd, maar wel waar uiteindelijk de beslissing wordt genomen als krantenredacties besluiten om een bepaald woord niet meer te gebruiken. Dat is op dit moment bijvoorbeeld met het N-woord het geval. Daar ga ik het zo nog even over hebben. Dan is het zo dat een woord eigenlijk wel algemeen niet meer zo heel erg geaccepteerd is in de samenleving. Iets dergelijks ingewikkeld zag je bij een woord als homofilie. Homofiel was na de oorlog werd dat als begrip geïntroduceerd. Toen nog voor zowel mannen als vrouwen. Later werd het vooral voor mannen. Inmiddels heeft dat woord een beetje een negatieve lading gekregen, doordat het waarschijnlijk, denken taaltheoretici, omdat het een soort verbinding heeft gekregen met pedofilie. Terwijl het juist eigenlijk bedoeld was om te laten zien van het gaat over liefhebben, want dat betekent homofilie eigenlijk. Bij de SGP, dat is misschien wel een grappig detail, gebruiken ze het onderscheid tussen homoseksualiteit en homofilie nog wel. Daar is een homofiel iemand die wel homoseksuele gevoelens heeft, maar dat niet gebruikt. En homoseksueel is iemand die het dus wel praktiseert. Dat woorden uit de gratie raken of een andere lading krijgen, heb je ook heel erg gezien bij een woord als allochtoon. Dat was juist oorspronkelijk ingevoerd om te zorgen, om een soort neutraal woord te hebben voor mensen met een migratieachtergrond. Daarvoor hadden ze al het woord gastarbeider. Dat wordt ook al niet meer gebruikt. Maar je ziet nu dat allochtoon eigenlijk op dit moment ook een hele negatieve lading heeft gekregen. En daarom is ook dat woord inmiddels weer geschrapt. Dus je ziet vaak dat woorden voor groepen die onder druk staan, welk woord je daar ook voor verzint, uiteindelijk krijgt het vaak toch weer een negatieve lading. Het is heel ingewikkeld om daar een goed woord voor te vinden. Op dit moment zeg je mensen met een migratieachtergrond of Marokkaanse Nederlander of iets dergelijks. De beste oplossing zou natuurlijk zijn dat we op een gegeven moment dat onderscheid helemaal niet meer zien. Maar dat gaat nog wel even duren, vrees ik. Wat het ingewikkeld maakt als woorden verdwijnen, is dat het soms ingewikkeld wordt om er nog over te praten. Dat geldt heel erg voor het N-woord.
En nou denk ik dat er mensen zullen zijn die dan geen idee hebben waarover ik het heb. Vandaar dat ik het woord toch één keer noem. Dat is het woord neger. Mijn zoon kwam laatst naar beneden gelopen met een boekje wat ik net bij mijn moeder vandaan had gevist. En die zei, mama, wat is dit? En dat was het boek 10 kleine negertjes van Agatha Christie. Voor zijn generatie is dat al een woord wat gewoon echt niet meer kan. Er heeft laatst een taalhistoricus, Ewout Sanders volgens mij, een heel boek over het woord geschreven. Want hij zegt van ja, je moet het er wel over kunnen hebben. Maar in de communicatie wordt nu heel vaak het N-woord gebruikt, wat een beetje complex is. Want ja, waar hebben we het dan precies over? En dat voelt zo als een verbod. Maar het woord heeft zo'n negatieve lading, dat laat hij ook zien in zijn onderzoek. Het is zo altijd gebruikt om te laten zien dat mensen minder zijn, dat het op dit moment in ieder geval niet meer in de media wordt gebruikt, hooguit in sommige kranten nog, als een citaat. Zoals eerder gezegd is taal iets wat continu in beweging is. En je ziet dat taal ook verschillend is daar waar je je bevindt. Of je in Nederland bent, in Vlaanderen bent, overzees bent of waar je je ook bevindt in de wereld. Taal beweegt mee met de tijd en de context waar zich het voordoet. Er is een schilderij wat nu heet Vier Studies van het Hoofd, maar wat een historische verandering heeft doorgaan als je gaat kijken naar de benaming van dit werk. Ook musea zijn zich bewust geworden dat sommige titels van schilderijen heel belastend, misschien wel beledigend of schofferend kunnen zijn voor mensen. Zo was oorspronkelijk de titel van het werk van Rubens het N-woord. Later werd er gesproken over het hoofd van een moor. En zo zie je dat doorheen de tijd de woorden en dus ook de titel van kunstwerken veranderen. Toch, en dat hebben jullie al eerder gehoord, is het ook belangrijk om notie te nemen van het feit wat de oorspronkelijke titel eerst was. Want heel vaak moet je de zaken ook wel zien in de tijdsgeest waarin het zich afspeelt. En dat stukje, daarmee hopen we jullie steeds ook weer bewust te maken. Als je gaat kijken naar inclusieve taal, dan staat dat niet los van de geschiedenis. Dan staat het niet los van waar je nu je op dit moment bevindt in de wereld. Misschien dichter bij huis voor een aantal mensen is het gebruik van kinderliedjes. Er zijn kinderliedjes waar groepen mensen worden gebruikt om daar het liedje aan op te hangen. En wat nog heel veel gezongen wordt bijvoorbeeld in kleuterscholen en in peuterspeelzalen. Nou, dat is natuurlijk wel interessant, want hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we daar bewust van worden dat ook die liedjes doorheen de tijd kunnen en mogen veranderen? In de media, in het onderwijs, zien we heel veel informatie over woorden die wel kunnen, die niet kunnen. En het gaat er, denken wij, om, ook in dit college, dat je jezelf bewust wordt van je eigen verhaal, maar ook de woorden die je in die context gebruikt als het over onderwijs gaat. Hebben we dan een voorbeeldfunctie? Ja, zo zou je dat misschien kunnen zeggen. En moeten wij een hele uitgesproken mening hebben over het gebruik van die liedjes waar ik het over had, of de benaming van een kunstwerk? Zo krijgen wij regelmatig nog voorbeelden van mensen in het onderwijs die in methodes zoiets zien als slaaf. Terwijl wij de gangbare term nu hebben tot slaaf gemaakt. Nou, en die voorbeelden met elkaar delen zorgt er ook voor dat we het gesprek daarover met elkaar aangaan. Wat belangrijk is om je te realiseren is dat taal ook altijd een lading heeft en daardoor dus eigenlijk niet neutraal is. Dat zie je heel erg nu in de berichtgeving rondom het conflict in Oekraïne. Alleen al het woord conflict, hè, zit al een pijnpunt bij sommige mensen. Oost-Europa-deskundige Marit de Rooij fileert op Twitter heel veel berichten rondom de oorlog in Oekraïne. Dit is hier een voorbeeld van. En haar belangrijkste pijnpunt in dit bericht is eigenlijk de keuze tussen het woord deporteren of, zoals hier staat, evacueren. Want evacueren, dat doe je eigenlijk om mensen in veiligheid te brengen. Terwijl Marit de Rooij zegt, deze mensen wilden niet per se weg, die moesten weg. Dus door zo'n woordkeuze volg je eigenlijk het frame van één van de twee strijdende partijen. En dat is wat je wel vaker ziet in oorlogen. Dat de woordkeuze die je gebruikt, is iemand een terrorist of een vrijheidsstrijder, dat je daarmee eigenlijk deel wordt van het conflict.
Oké, kijk eens even naar deze foto. Dit is een product van Doof. En hier is wat opschudding over ontstaan. Als je goed kijkt, zie je het misschien wel. Van de normale tot donkere huid. Dit is wat je ook wel oddering noemt. Dus je bepaalt wat normaal is en de rest is anders. Dus kennelijk is in de beleving van de makers van deze zeep, is de donkere huid de andere huid. Dat zie je ook in bijvoorbeeld bij de beschrijving van het vrouwenvoetbal heel sterk. De mooiste was een kop die ik onlangs tegenkwam in nu.nl, waar wordt gesproken over dat ADO, geloof ik, ook een vrouwelijke directeur heeft gekregen. En daarnaast is die of die man, en dan wordt gewoon zijn naam genoemd, ook in het bestuur beland. Waarbij de vrouw dus verder geen naam heeft, maar de man wel. Dat is een proces dat othering noemt. Dus taal heeft in die zin definieerd, hoe je het ook formuleert, definieert wie erbij hoort en wie de andere partij is. Nou, op dat gebied veranderen er veel dingen. En een van die dingen is de discussie rondom hen, oftewel die. En Raven is een goed voorbeeld van iemand bij wie je eigenlijk ook heel goed kan zien hoe logisch het is dat er soms andere woorden nodig zijn. Zij is tenslotte geboren in een lichaam wat een beetje van allebei was. Waarom het zo lastig is, is omdat het hier over woorden gaat die we heel veel gebruiken. Die gebruiken we eigenlijk in bijna elke zin. Dan kost het je veel meer mentale kracht om die dingen echt te veranderen. Een zelfstandig naamwoord kan je op een gegeven moment is veel makkelijker om kwijt te raken dan woorden die zo diep in zeg maar de manier waarop je normaal praat verankerd zitten. Maar Ilona, hier heb jij volgens mij ook nog het een en ander over te zeggen. Als we ervan uitgaan dat taal neutraal is, dan zie je ook dat heel veel mensen daar een mening over hebben. Uit de taalkant, uit de sociologie, uit de filosofie. En iedereen heeft daar zo zijn mening over. Het werk van Vivian Wassink en zo heb je ook het boek van Munir Samuel. De studentvereniging LAX die kwam met een aanbeveling voor inclusieve taal. En het roept allemaal heel veel reacties op. Positieve, negatieve, allemaal reacties. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de Rijksoverheid, waar een groep professionals zich verbonden heeft in de community The League. Die hebben bijvoorbeeld de term beperking ook weer aangepast naar arbeidsbijzonderheid. En daarmee geven ze aan, kijk nu eens verder dan alleen naar die beperking. Moeten we het hebben over mensen met autisme of de autist? Waar er 10 mensen voor zijn, zijn er ook weer 10 mensen tegen. En die hele beweging is op gang gekomen om daarover in gesprek te gaan. Dus volgens mij is dat steeds weer die rode draad. Ga het gesprek er eens over aan en word je ook bewust van hoe je daar zelf over praat. Op LinkedIn heb ik mijn pronouns, mijn voornaamwoorden, toegevoegd. Zij, haar. En je ziet, als je presentaties houdt, dat de een het wel vermeldt en de ander niet. Sommige mensen vinden dat inderdaad onzin, anderen zijn er heel gevoelig voor. Wij komen bij Fontys steeds vaker studenten en medewerkers tegen die daar heel veel belang aan hechten. Omdat het gaat over wie zij zijn, hoe zij zich willen ontwikkelen en hoe zij het belangrijk vinden dat andere mensen hen op de juiste manier aanspreken. En juist is dan altijd een ingewikkelde woord. Misschien heb je Boerderij van Dorst gezien, waar Hanneke Groenteman op bezoek was bij Raven. En ook hier ging het gesprek over hoe kan ik jou aanspreken? Hoe wil jij aangesproken worden? En de conclusie van Hanneke Groenteman is, het is gewoon die of hen. Het diversiteitsvlechtwerk, wat je hier in alle kleurigheid ziet, is voor veel mensen herkenbaar als het gaat over het kunnen zien waar je je toe verhoudt als het gaat over diversiteit. Bijvoorbeeld je gender, je achtergrond, je culturele achtergrond, je financiële situatie of je leeftijd. En je zult misschien ook hebben gemerkt dat je vaak reageert op een thema wat dicht bij je ligt. En als je dichtbij reageert op een thema, dan is dat ook iets waar je in de taal op gaat letten. Als jij de krant leest, zul je sneller reageren op bijvoorbeeld iets rond gender als dat een thema is wat jou in je leven op dit moment bezighoudt. Die diversiteitskenmerken, die hebben we allemaal. Dus we hebben allemaal die verschillen in ons. En het aardige is ook, waar zitten de overeenkomsten? En maakt dat dan vaak dat we groepen opzoeken
omdat die dezelfde beleving en ervaring hebben. En dat zien we bij inclusieve taal heel duidelijk. Queerness, waar misschien eerst heel veel werd gesproken over mensen met LHBTIQ+, en er grapjes over gemaakt werden van, goh, hoeveel letters moeten dat wel niet zijn, zie je dat de taal zich daarin vormt en het woordje queer nu veel meer wordt gebruikt. En zo zie je doorheen de tijd dat er als het ware nieuwe woorden ontstaan die de lading dekken en waar mensen zich thuis voelen. En waarbij ze denken, oké, dit is een woord wat recht doet aan wie ik ben. Een inclusieve taal gaat over gesproken taal, geschreven taal, maar het gaat ook over beeldende taal. Bijvoorbeeld kan een school of een gemeente de website zo maken dat het toegankelijk is en duidelijk is voor alle gebruikers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beeldbrieven of de mogelijkheid om in plaats van te lezen te klikken op een icoontje zodat het voorgelezen wordt. Dus inclusie en toegankelijkheid in taal gaat verder dan alleen geschreven taal. Het gebruik van beelden zoals picto's op toiletten roept ook altijd heel veel discussies op. Ja, genderneutrale toiletten, moeten we dat nu wel doen? Of gaat het erom dat duidelijk is dat die voorziening er is? Dus hoe inclusief kun je zijn als je loslaat dat het de perfectie moet nastreven? Dat het per se aan heel veel regeltjes moet voldoen? Of is het gewoonweg zo eenvoudig dat je de maatschappij, het onderwijs, de wereld toegankelijker wil maken? Wat hebben we nodig om erbij te horen, mee te doen en samen te leven?